Ja, dank u voorzitter. Er zal bij de komende top onder andere worden gesproken over het 14e sanctiepakket tegen Rusland. En dan is mijn vraag aan de minister. Ja, wat gaan we nou straks met dat 14e pakket bereiken wat we met die andere 13 nog niet bereikt hebben? Want het lijkt er toch op dat de Russische economie het heel goed doet. Veel beter in ieder geval dan de Europese economie. Dus wat schieten we met die sanctiepakketten op? Schieten we niet vooral onszelf en onze eigen voet? En zou het misschien niet verstandig zijn om eerst te evalueren wat we met die andere sanctiepakketten bereikt hebben? En dan wil ik nu graag voorzitter naar mijn hoofdpunt. Dat is eigenlijk een beetje het functioneren van onze diplomatieke dienst. Ik heb er ook wat Kamervragen over gesteld. Een maand geleden ongeveer heeft Lavrov, dat is de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft ons Russische ambassadeur uitgenodigd. En die op gesprek en die is hier gekomen. En het kabinet geeft ook toe in de beantwoording op Kamervragen dat dat hoogst ongebruikelijk is. En waarom is dan onze ambassadeur daar niet naartoe gegaan? Omdat er was een vrees dat dat misschien gebruikt zou kunnen worden, zo lezen we dan, voor propagandadoeleinden. En dus mijn vraag aan de minister van, want ik ben er dus niet door overtuigd. Wat is dan die vrees? Hoe concreet was dat? Is het dan zo dat de Nederlandse ambassadeur bang was dat hij overvallen zou worden door cameraploeg of zo? Is dat al eens een keer eerder gebeurd in Rusland? En een andere reden die werd gegeven is van, ja, Rusland doet de laatste tijd, ik vat het even kort samen, voorzitter, vervelende dingen, zegt vervelende dingen, doet vervelende dingen. Ja, nogal wie dus. We zijn in een conflict, ja, wat ons FVD betreft niet natuurlijk, maar wat de Nederlandse regering betreft wel, met Rusland. En ja, je sluit geen vrede met je vrienden, maar met je vijanden. Dus dat kan toch nooit een reden zijn, dat zou ik aan de minister willen vragen, om daar niet op te komen draven. Dus die vraag heb ik. En dan het tweede punt. Dus de Letse president, ongeveer een maand geleden, die heeft dan getweet van Rusland moet vernietigd worden. Dat is natuurlijk echt een absurd statement. Dus over zijn buurland. Omgekeerd gebeurt dat niet. Hè? Dus er zijn hier Kamerleden geweest die hebben bijvoorbeeld gezegd dat Poetin gezegd zou hebben dat hij de EU wil binnenvallen. Nou, ik ben heel blij, het kabinet dankbaar dat het kabinet dat heeft ontkracht. Dat heeft hij nooit gezegd. Maar wij, of in ieder geval onze bondgenoten, doen het wel. Letland doet dat wel. Die zegt zelfs Rusland moet vernietigd worden. En Letland zit in de EU, zit in de NAVO. Dus dan is mijn vraag aan de minister van, is het dan niet verstandig om bijvoorbeeld zo'n Letse ambassadeur een keer op een matje te roepen en vragen, wat zijn jullie dan hemels aan het doen? En hetzelfde geldt eigenlijk voor onze minister-president, die eergisteren in een debat doodleuk zegt van, nou, Poetin, wat zegt hij erover? Van, nou, dat is geen sterke persoonlijkheid. Dat is een zwakke vent, geen sterke vent. Wat heeft dat nou voor zin om dit soort persoonlijke kwalificaties aan, of je nou Poetin leuk vindt of niet, hij is de Russische president, daar heb je dan mee te dealen. En dan zit je allemaal, eigenlijk als een puber, zit je allemaal kwalificaties daarop te plakken in een hele ernstige situatie. Wat heeft dat nou voor zin? Dat is eigenlijk dan mijn vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, ze zal natuurlijk geen afstand nemen van Rutte in het Oma. Maar zou de minister niet tegen Rutte moeten zeggen, stop er nou mee. Gedraag je volwassen. Ga niet allemaal neemkoning doen. Daar schieten we niks mee op. Niemand is daarbij geholpen. Ja, en je moet wel vaker dingen doen die niet leuk zijn. Hè? Dus ik snap dat het niet leuk is om met Rusland te praten. Ja, dat begrijp ik heel goed. Het is ook niet leuk om als militair uitgezonden te worden, zal de minister als voormalig militair wellicht weten. Het is ook niet leuk wat ik eergisteren moest doen om 4 uur lang met Rutte in debat te gaan, al het gelieg, gedraai en getreiten te horen. En de minister vindt het misschien ook niet leuk om naar deze preek te luisteren. Ja, maar toch moet het. Dus dat is eigenlijk mijn hoofdvraag. Ga weer als diplomatieke dienst je werk verrichten. Dus dat betekent, als je een uitnodiging krijgt van de Russische ambassadeur, ga daarop in. Hè? Ga praten, want dat is wat er nu moet gebeuren. Ik heb dan niet je peutermomenten, denk van, oh, we willen niet gaan, want we vinden dat vervelend. Ga niet onnodig lopen beledigen en ga helemaal niet onnodig lopen bedreigen. Hè? Want de situatie is ernstig genoeg en er moet worden aangestuurd. Het zegt wel de hele tijd op vrede. Het heeft echt geen zin om dan stoere woorden, grote mond, niet opkomen draven. Daar helpt, is echt helemaal niemand bij geholpen. En dat was mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel. Dank u, meneer. Ja, dank u, voorzitter. 3 moties. Ik begin gelijk. De Kamer gehoord de beraadslaging constateerde dat EU-ambassadeurs in Rusland onlangs collectief niet zijn ingegaan op een uitnodiging voor een gesprek afkomstig van de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Overwegende dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in antwoord op schriftelijke vragen van ondergetekende heeft aangegeven dat het besluit om niet op deze uitnodiging in te gaan ongebruikelijk is. Overwegende dat de minister van Buitenlandse Zaken in antwoord op genoemde schriftelijke vragen zelf aangeeft dat het van belang is om diplomatiek kanaal met Rusland open te houden, spreekt uit dat de Nederlandse ambassadeurs hun werk moeten doen en in gesprek moeten gaan en blijven met bewindslieden van het land waar ze Nederland vertegenwoordigen, bij uitstek als de relatie met het land gespannen is en gaat over tot orde van de dag. 2e motie. De Kamer gehoord beraadslaging constateert dat Nederland op het punt staat het 14e sanctiepakket tegen Rusland goed te keuren, overwegen dat het goed lijkt te gaan met de Russische economie en dat voorgaande sanctiepakketten beperkte negatieve effecten lijken te hebben gehad, overwegen dat de voorgaande sanctiepakketten voor Nederland in elk geval negatieve effecten hebben gehad, verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de effecten van de sanctiepakketten op Rusland en Nederland en de Kamer over de uitkomst hiervan te informeren en gaat over tot orde van de dag.
En de laatste motie, voorzitter. De Kamer gehoord de beraadslagen constateren dat de minister-president tijdens het debat over de buitengewoon Europese top heeft gezegd dat Poetin, citaat, geen sterke vent is. Overwegen dat het in het Nederlands belang is aan te sturen op vrede en het daartoe onontbeerlijk is de diplomatieke relatie met Rusland zo goed mogelijk te houden. Constateren dat het in stand houden van diplomatieke relatie niet wordt bevorderd door regeringsleiders die elkaar persoonlijk beledigen. Spreekt uit dat een dergelijke opmerking van de minister-president dus onwenselijk was en is en gaat over tot de orde van de dag.